zijn natuurlijk allemaal inzendingen geweest. 30 in totaal, geloof ik. 31, daar zijn, ja, dit jaar. 31. Ja. Er zijn 3 genomineerden uitgerold. Waaronder, moet ik even oplezen, hè? Forza uit Den Haag. Ja, precies. Heilige Boontjes uit Rotterdam. En Hulplijn Radicalisering uit Utrecht. En bij die laatst genoemde, daar zijn we even langs geweest. Ik krijg een keertje een telefoontje van een vrouw. En die zei, help, mijn broer is net vertrokken. Ik heb hier de sleutels van zijn huis. Die trof ik aan in mijn brievenbus. Hij is net weg. Help, wat moet ik doen? Ja, en op dat moment weet je, elke minuut telt. Dus ik heb heel snel de autoriteiten ingeschakeld. Ik heb heel snel de burgemeester gebeld. En die heeft ook gewoon binnen 5 minuten stond de zaak al bij de mensen die daarover gingen. De politie, de douane enzovoorts. Op dat moment is voorkomen dat die jongen kon uitreizen. Ja, met Voort. Hi. Ja, ik ben hiermee begonnen omdat ik op een gegeven moment zag dat er heel veel ouders waren die heel graag hun zorgen wilden uiten, maar dat niet durfden of niet wisten waar of bij wie. Die barrière zit hem dus precies tussen, is een voorziening des overheids, waarbij je dus weet dat als je daar je verhaal kwijt kunt, dat het ook meteen een dossier wordt en dat het ook meteen officieel wordt. Of dat je ook eerst iets kunt vertellen zonder dat daar nog actie op hoeft te worden ondernomen. Als je dus zijn leven redt, is dat wel heel bijzonder. Dus deze man heeft dat helemaal op eigen initiatief gedaan. Een hulplijn inrichten voor allemaal ouders die eigenlijk niet meer weten wat ze met hun kind moeten. Het werd met alleen maar vrijwilligers. En het is ontstaan dus heel erg uit een soort vraag en behoefte aan advies. Laagdrempelig met elkaar kunnen praten. En kijken van, moet ik iets doen? Wat is hier aan de hand? En die hulplijn voorziet echt in een behoefte. En ook door heel Nederland wordt dat ingezet. En sterker nog, daar wordt ook echt wel gebruik van gemaakt. Want de cijfers achter deze hulplijn zijn eigenlijk best schokkend. Ja, sinds 2015 hebben ze zo'n 600 hulpvragen gehad. En ik las in hun eigen aanvraag, zoals ze het indienden, van mogen we die prijs krijgen. Er zijn 180 gevallen inderdaad gewoon, als het ware de overheid is ingeschakeld of dat er inderdaad de buitenwereld is. En het gaat echt over radicaliserende jongeren. Dus dat geeft wel aan dat het echt nodig is. En ook dankzij hen dan ook weer deradicaliseren? Dat is natuurlijk wel. Er moet iets gebeuren met die jongeren. En dat is dus inderdaad op basis van die hulplijn wel gedaan. Ja.